Jazeker, dat gaan we spelen met Monique en Melinda. Leuk dat jullie er zijn, dames. 23 en 24 jaar, heb ik dat goed? Ja, klopt. En jullie werken allebei in de zorg? Klopt. Ja. Waar werken jullie dan, Melinda? In Epe, in het verzorgingshuis. En is het gezellig? Machtig gezellig. Ja, jullie vermaken je wel? Sowieso. Jullie hebben de collega's ook mee, hallo! Hey. Ja, leuk. Het spelletje werkt als volgt. Jullie kunnen 100 euro mee naar huis nemen. Daarvoor is het de bedoeling dat Monique de 5 woorden die jij op je blaadje hebt staan allemaal herhaalt. Ieder woord is 20 euro waard en je hebt maximaal 1 minuut de tijd. We gaan het natuurlijk alleen iets moeilijker maken, want Monique die gaat helemaal niks horen. Die krijgt een koptelefoon op met keihard lawaai. Zullen we het lawaai er maar gewoon aanzetten? Monique, hij gaat echt hard hoor. Keihard. Ja, hij staat echt keihard. Zo, ja, zet maar op. Ik ben bijna doof. Zo, hoor je ons nog? Nee. Oké, ben je er klaar voor? Ja. Dan geven we je de woordenlijst. Ga je gang. En dan gaat je tijd nu in. Ballon. Ballon. Piano. Ballon. 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 Wat? Ja, wat? Ballon. Piano. Door met de volgende. Ga door met de Ballon. Volgende. Koffie. Koffie. Hop. Tuin. Saus. Blijven gaan. Tuin. Zout. Tuin. Probeer een andere. Lepel. Hop, help. Hamer. Appel. Lepel. Hamer. Hamer. Lepel. Hamer. 7. Hamer. Doe ballon nog een keer. Ballon. Nee, die hadden ballon. Ja. Ja. Welke had ik nog niet? Tuin. Dood. En stop. Ja, hij mag af. Volgens mij hadden we ballon al. Of had je die eerste keer nog niet goed gerekt? Die hadden we nog niet. Maar we zullen nog even doorheen lopen. De eerste was ballon. Daar maakte je van piano, palot en pyjama. Had je uiteindelijk trouwens wel goed. Koffie had je goed. Tuin werd bij jou paus en fout. De vierde was hamer. Maakte je van appel. En de laatste was lepel. Had je in één keer goed. Oh, lepel. Dus we hebben er in totaal 3 goed. En dat betekent een totaalbedrag van maar liefst 60 euro. Yeah. Nou, applaus hoor. Ik moet zeggen, dit is de eerste keer dat het ook echt gillen voor geld was. Ja, er werd ook echt gegild. En meestal houden kandidaten zich nog een beetje in. Jij ging er gewoon vol voor. En dat levert dan ook gelijk geld op. Willen jullie nog even de groeten doen aan de collega's nu jullie er toch zijn? Oh god, wie? Allemaal. Nou, de groeten aan het WZU. En de Boskamp natuurlijk. Sowieso. De avondploeg.